dit is een hele mooie plant, hè, jongens. Ja, dit is namelijk een... Oh, ja. Dit is handig trouwens, zo'n... Heel rond. Ja, maar het komt dan wel gewoon binnen, Emma. Wat ik ook graag aan jullie wil laten zien. Dit groene. Nou... Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag zaterdag 10 september 2022. En het is al 3:00 in de middag. Ja, en wat we allemaal gaan doen? Ik weet het niet. Jullie weten het ook niet. Maar dat maakt het alleen maar weer leuk. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Nou, dit is een hele mooie plant, hè, jongens. Ja, dit is namelijk een pannenkoekenplant. Mama kreeg hem van mij nadat hij nog een heel stuk kleiner was. Ja, in een heel klein in die mini potje. Maar ja, hij is aardig helemaal omhoog geschoten, zeg maar. Hij doet het gewoon onwijs goed. En mama die zegt dus dat ik nog achter de bank moet gaan kijken. Nou, dan ga ik dat ook doen. Achter de bank, zegt mama. Kijk, hier, kijk dan. Daar één, die is iets groter. Nou, en die gaat mama dus houden, ook deze grote. Dan hebben we hier nog een potje. We hier nog een potje en daar nog een potje. Dus wie er een pannenkoekplantje wil en het heel goed kan verzorgen, laat het even weten hieronder in de comments. En dan kun je nog altijd foto's sturen naar mijn moeder hoe goed je het doet. Dus gelijk maar even een oproepje, hè, mam? Ja, Claudia heeft er gisteren meegenomen. Mm-hmm, dat zei u wel. Hoe gaat hij verder? Bijna mijn kop, maar verder gaat het goed. Druk bezig met lopen? Ach ja. Begreep ik al van u? Hoe gaat dat, het lopen voor de KWF? Nou, dan moet je even naar mijn begeleider. Ja, maar... Ho, halt, ik vraag wat aan u. Hoe gaat het met lopen van de KWF? Vertel.
Nou, ten eerste is het leuk, want je komt onder de mensen. Ja. Oké, je hebt ook mensen die je bij de deur wegsnauwen, maar dat, ja, daar trek ik niks vandaan. Ik loop gewoon lekker weg. Mm-hmm. Ja, dan loop ik wel door. Ik laat me niet afsnauwen, ik loop door. Ja. En ik kon ook via wat is app al collecteren, heb ik ook gedaan, maar nog geven ze niks. Mm-hmm. En dan heb ik een link doorgestuurd naar velen. Maar mm-hmm. dan geven ze niks. Maar dat moet denk ik wennen ook of zo. Ik weet mm-hmm. niet. Maar dat gaat helemaal geweldig. Verder hele leuke mensen. Je komt tussen de mensen in principe. Je komt mensen tegen en denk je, oh, woon je hier? Iemand die je dus kent, hè? Oh, vrek, woon je nou hier? Eerst woon je daar, nou woon je hier. Oké, gezellig. Mm-hmm. Maar ja. Hier sta je een praatje te maken, daar sta je een praatje te maken. Ik heb één keer, twee keer eigenlijk, meegemaakt bij iemand. Mevrouw, kan u terugkomen, het is niet gelukt. Oké. Met de telefoon, want dan hadden ze geen verbinding met wifi of zo. Mm-hmm. Nou ja, dan loop je maar weer terug en nou doe ik het zo. Ik blijf maar wachten totdat het wel gelukt is. Dan ga ik me desnoods een beetje op mijn rollator. Ja, nou precies dat. En nummertje twee. Staat weer in het verschiet in oktober. En dat is de Brandwondenstichting. Mm-hmm. Yep. Maar de KWF gaat op. Ja. Top, helemaal goed. Ja. Ik ben trots op u, vrouw. En dankjewel. Alsjeblieft. Ik zit dus lekker bij mama in huis. Helemaal gezellig, helemaal top. Helemaal leuk. Er zijn de twee lekker aan de stoei op de bank. Kijk. Gaat het een beetje? Ja. Blijkbaar. Ja, slacht hem maar af hoor. Goed zo. Slacht hem maar af. Ja. Ja, Elwing is ook zo vals, hè? Ja, het is heel vals. Ja. Lukt het niet? Ja. Smaakt het daar nog maar naar yoghurt of zo? Ik had gisteren een beetje yoghurt op dat. Lekker hè? Ja. Gezondheid. Dus ja, ook die zijn lekker even aan het spelen. Moet ook kunnen. Nou, ik heb nou net Niels weer gesproken. En wie er nog niet Niels kent, Niels die zal even binnenkort ook weer eventjes zichzelf even voorstellen. Ook weer even helemaal leuk, helemaal top. Want ook die werkt alweer vanaf vorig jaar december voor me. Dus ja, dat is alweer bijna een jaar. Gaat hard. En ik ben onwijs trots op Niels. Hij doet het gewoon onwijs goed. Dus Niels, dankjewel daarvoor. En Niels die gaat ook weer iets leuks in elkaar bouwen, zetten voor de vlog. Dus dat wordt leuk. Dus ja, dat is weer wat anders dan een normale, rare, elke dag vlog. Ja. Weet je? Pakken dan. Ja. Pakken dan. Pieter in de put.
Doe dan. Ja? Zullen we er klaar mee? Nee? Mooi. Ja, dan weet ik niet waar u uw blauwe boekje heeft. En niet zo paniekerig vandaag. Nergens voor nodig, het is mooi weer. Nou, blauw boekje mee, helemaal goud. Hop ik nog eventjes op, vind ik leuk met u. Ja. Yep. U moet zelf even dicht doen, maar. Lekker even zelf even dicht doen. Ja. Yep. Ga je gesleuteld bij je? Licht in de auto. Ja. Voor het geval dat u ergens zo ligt te kamperen of zo en dat ik snel hier naartoe moet rijden of zo. Met 160 kilometer per uur. Of zo. Ja. Ja, nou dan moet u dat doen, man. Ja, moet u dat gewoon lekker doen. Tja, ik hou u daar niet in tegen hoor. Ik niet. Nee. Oh, wat is het lekker buiten. Heerlijk, zalig. Karen die loopt even buiten. Ja. En 11 oktober, daar kijk ik naar uit. En waarom? Nou, dat krijgen jullie binnenkort even weer te horen in een andere video van Agnes. Yes. Zeker. Nou, eens even wachten op mama. Even kijken hoe mama het af gaat brengen. Ik ga even een klein stukje mee. 2 adressen. Is leuk. Die kant op. Steegje door. Oh, steegje door. Nou, dan gaan we steegje door. Een puinhoop steegje. Ja, prima toch? De puinhoop steeg je door. Ja. Ah joh. Noemt u dit serieus? Serieus een puinhoop steeg? Wat? Omgaat. Ja, maar ja, mama, dat is ecologisch. Nou, en dan noemt mama, dit is een puinhoop met al dit soort dingen. Maar ja, dat is weer ecologisch in Den Haag. Dat is weer ecologisch, ja. Leuk steegje, ja. Dit is een beetje katkadroek, ja. Mama achtervolgen. Wat je ook hebt. Ja, wat en wat heeft u? Ja, dit is handig trouwens, ja. Zo'n... Ik heb een heel boel. Ja, maar het komt dan wel gewoon binnen, Emma. Ja, maar vertel. Engelse mensen die Engels praten of ja. Duits. Nou, dat kan ik niet. Maar ja, Google Translate, mam. Ja, moela. Nee, Google Translate. En anders Google vragen. Google vragen, die weet ook ja, alles. Dat weet ik ook nog niet, hoe dat werkt op mijn telefoon. Kan u gewoon aanzetten. Ja, maar hoe doe ik dat aanzetten? Hé, jij nog, dat zou je ook net van me doen. Hé, hey, vergeet het. Mama, ik kan u daar toch ook gewoon via de tekst helpen. Oh. Weet je, zo moeilijk is dat niet hoor. Alleen ik. Straatje heb ik opgedaan, maar ja, je ziet waar wel wat woont en niet. Ja, helemaal top, ja. Nee, maar dat zeg ik, ik loop even 2 huisjes mee en dan ga ik eten halen bij Maas, denk ik zo. Lekkere Turkse pizza, ik heb daar zin in. Ja. Ja, dus die kant heeft hij al gedaan. Dat heb ik gedaan. Ga zo lekker even eten. Ja. Ik ga even eten bij Maas. Yep, maar wat ik nog ga eten, dat weet ik nog niet. Of een Turkse pizza, of gewoon een patatje, ik weet het nog even niet. Maar sowieso, dat ik ga eten, dat is een feit en wat waar is. Het is nu inmiddels al 5 voor 5, ja hoor mij, 5 voor 6, ja. Ook ik kan me verspreken, ja. Bloeper. Maar ja, het is dus inderdaad 5 voor 6. En ik ga dus nu even richting Willemsoord. Even daar wat eten bij Maas. Ja. En ik laat jullie zo meteen wel zien wat ik ga eten. En wat ik heb besteld, sowieso. Ik heb een budget, dus... Man. Daar ga ik me ook lekker aan houden. Houden, ja. Dat is de... En dat is niet Nederlands, hè. Houden, nee. Houden, dat is Nederlands. Een donderdelding. Hek. Ik weet niet of jullie hem zien. Daar ergens. Geen idee. Ik weet nou niet of hij op beeld was, maar
Dat noemen wij dus een donderdelding. Een donderdel, ja. Helemaal goed. Het is ook lekker weer. Dat ook. Dus ja, ik ga gewoon even, wat ik al zei, lekker naar Maas. En ik ga even eten. Dus, dat ga ik nu eerst doen. Wat ik ook graag aan jullie wil laten zien. Dit groene, nou, dat ligt soort door heel Den Helder heen. En het is blauwallig en dit meurt. Moet eens kijken hoe groen het water gewoon is. Het is gewoon vies. Het is gewoon blauwalg. Zo vies is het hier dus nu. Op dit moment. Bah. Dit is lekker. Ja. Het zit dan weer hier. En ik heb deze besteld. Nummerootje. 64. Ja. Yummy. Dus ik ga lekker eten. Ja, het eten was lekker, want ik heb nog heel wat mee. Ik krijg het niet op, nee. Maar ik ga deze vlog wel lekker weer af met jullie afsluiten. Dus vond je dit weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, vergeet dan zeker beneden hier niet te abonneren. Doe het belletje aan, doe het duimpje omhoog en laat even gelijk een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen bij een goed nieuwe vlog. Ciao.